Ja, DNFF, jullie wilden nog een oproep doen, hè, voor mensen die eigenlijk individueel iets willen doen. Ja, we hebben eigenlijk een dubbele oproep. Sinds de vorige keer dat we hier waren, heeft de foundation de helft van het budget bij elkaar. Dus 1,5 miljoen euro van de 3 is er. Mm-hmm. Dus wij zoeken nog naar de andere helft. Mm-hmm. Dat kan structureel iedere maand, maar dat kan ook heel klein met een enkele gift. Er zijn nu 2 mannen die naar Compostela gaan stappen. Wij gaan die uitwuiven in Antwerpen, dus dat kan ook in zo'n dingen zitten. Ja. 1,5 miljoen en het onderzoek is afgerond, dus dat moet haalbaar zijn, denk ik. En dan de tweede oproep is eigenlijk specifiek voor mensen die nu de diagnose hebben gekregen van asbestkanker of de hersentumor, gespiekt glioblastoom. Uh-huh. En die mogen zich nu melden aan het UZA, ter attentie van professor Smit, want die kunnen nog in het onderzoek instappen. Dus als je zo'n diagnose hebt gekregen, dan mailtje sturen naar het UZA en kan u misschien nog meedoen met het onderzoek. Niet twijfelen, Viv. Nee, en we gaan. Doen, mensen, please.